Het is wel een WK-waardig parcours, of niet? Ja, maar dat mag ook voor de laatste finale dag. Had ik niet veel anders verwacht, moet ik zeggen. Ik vind de driesprong is ver gebouwd. De dubbel is de moeilijkste lijn van het water naar de dubbel. Er zijn de meeste fouten op, volgens mij, wat ik zo ook heb kunnen zien. Maar oké, dat mag ook voor de finale dag van de WK. Hoe kijk je terug op je eigen rit? Hij sprong fantastisch tot het dubbel eigenlijk. Ik had een heel goed gevoel. Ik denk, vandaag kan ik niet fout krijgen. Maar ik weet dat het water moet ik iets modifieren. En dat is een moeilijke afstand naar de dubbel. Of dat is een moeilijke dubbel, optisch moeilijk. Ja, kwam ik voor mijn gevoel goed in. Beetje onverklaarbare fout. En de tweede fout was ik gewoon te dicht. Het is een zware tijd geweest, een lange week. Hoe merk je dat aan het paard? Ik merk bij mijn paard nog geen vermoeidheidsverschijnsel, als ik eerlijk ben. Hij heeft een super temperament. Dus ik denk niet dat het goed is. De tweede ronde van landenwedstrijd was natuurlijk 's middags verreden. Dat was wel extreem heet. Vandaag is het mooie temperatuur. Ik kan mijn fouten niet verklaren. Ik heb de eerste twee dagen ook 's morgens maar kunnen rijden. Dat was natuurlijk wel een voordeel. Ik merk niet dat hij vermoeid was of zo, helemaal niet. Dat is mooi. Hoe kijk je terug op het WK? Een beetje gemengd natuurlijk wel. Medaille met team was mooi geweest. Individueel natuurlijk ook, maar beide niet. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met de Olympische ticket. Want er zijn toch een hele hoop goede Europese landen niet geplaatst voor Tokio. Dus positief.